Spion. Oké, de klusjes zijn nu gedaan. Kunnen we nu gaan duinracen? Ik weet niet, Nico. De vorige keer heb ik een week lang zand uit mijn onderdelen geplukt. Maar er is een monstertruckrace in de stad. Optimus, ik ontvang een signaal op een beveiligde radiogolf. Blijkbaar komt het van een ruimteschip binnen het zonnestelsel. Het is een Autobot-identificatiesignaal. Zijn er nog andere bots in de ruimte? De meeste werden de Melkweg ingeslingerd toen Cybertron in de duisternis viel. Maar Kong zette wel vaker een val met valse signalen. Onbekend vaartuig, dit is Autobot Omega 1. Identificeer jezelf. Ik ben zelfs wel eens vriendelijker begroet door een oorlogsbrigade van de Decepticons. Wheeljack? Oude Kongverwoester, wat doe jij nou helemaal hier? Bulkhead? Ben jij dat? Wat is het met al die beveiliging? De planeet waarop we zitten zit vol met kans. Hoe lang duurt het nog voor je hier bent? Ergens morgen, als ik een beetje op het gas druk. Komt er nog een bot hierheen? Hoe cool is dat? Wheeljack, ik ken hem alleen van zijn reputatie. Kun je zijn stemafdruk verifiëren? Dit is hem absoluut 1000% zeker, Optimus. We sturen je de landingscoördinaten, Wheeljack. Veilige reis. Tot snel dan, maatje. Ik zorg voor een warm onthaal. En wie is je vriendje? Jackie en ik zijn maatjes van vroeger. We zaten bij dezelfde legereenheid, de Slopers. Wat betekent dat de Kons gaan hopen dat hij ons nooit gevonden had. Wheeljack, wat doe jij nou helemaal hier? Bulkhead, ben jij dat? Wat is er met al die beveiliging? De planeet waarop we zitten zit vol met kans. Een oorlogsheld, hè? Wat duurt het nog voor je hier bent? We hebben niet veel tijd. Makeshift. Morgen, als ik een beetje op het gas druk. De planeet... Ook ik zal dan zorgen voor een warm welkom. Wheeljack's schip is bijna bij de landingszone. Denk je dat hij op bezoek komt? Misschien blijft hij wel. Maar hij moet wel zijn eigen mens vinden. Grondburg is gereed. Verdraaide Skirblitz. De apparatuur is sinds de plaag nooit meer hetzelfde geweest. Dus Wheeljack landt aan de andere kant van de wereld en komt dan naar hier? Ik riskeer niet dat de basis onthuld wordt. Mochten de Decepticons Wheeljack volgen. Gast, ik heb je nog nooit zo uit je dak zien gaan. Oh, Wheeljack is echt geweldig. We waren net broers. En vanavond gaan we zeker feesten. Vet! Schepen, ze vliegen snel naar Wheeljack's locatie. Kom, tuig! Als jullie mijn dag willen verpesten, zullen jullie toch beter je best moeten doen. Jullie Kons
zijn maar watjes geworden. Snel, voor de Autobots komen. Open de brug, Ratchet. We missen alle actie. Ik prepareer de ziekenbaai. Voor wie? Die kans? We hebben het hier wel over Wheeljack. Dat heb ik hem geleerd. Was je misschien ook nog van plan om te helpen? Wat? En de show verpesten? Je vergat er één. Als dit alles is wat je hebt, dan heeft deze planeet meer problemen dan ik dacht. Jackie! Kijk uit voor de lak, ouwe sloopkogel! Jackie, kom hier. Daar is mijn andere beste maatje, Miko. Zij kan slopen als de beste, hoor. Hoi. Hou je Bulkhead een beetje uit de problemen? Ik probeer het, maar de problemen vinden ons toch wel. We gaan het vast goed met elkaar vinden. Optimus Prime. Het is me een genoegen. Voor hetzelfde, soldaat. Wat kun je vertellen over je lange reis? Ik ga van planeet naar planeet. Op zoek naar vrienden en vijanden. Nu vond ik ze allebei. We zijn met weinig, maar sterk. We hebben verlies geleden, maar zijn gegroeid. En een nieuw lid zullen we zeker met open armen ontvangen. Ik zal vereerd zijn. Nou, dan kan het feest beginnen. Oh, fijn. Vanaf het moment dat Makeshift door de grondbrug ging, zijn we zijn signaal verloren. De Autobot-basis is vast en zeker zwaar gepantserd, zodat we hem niet kunnen lokaliseren. Maakt niet uit. Ik vertrouw volledig op Makeshift. Onze dubbelspion is al achter de linies. Zeg maar tegen Megatron dat hij niet goed snik is als hij denkt dat Bulkhead het niet meteen doorheeft. Heb je het niet gehoord? Ik ben uw leider van de Decepticons. Jij? Ja, hij komt misschien nog van pas. Makeshift is heel goed in de schijn ophouden. Hij hoeft je vrienden alleen zo lang te bedriegen dat hij hun grondbrug van binnenuit open kan zetten. Zodat ik eindelijk de locatie van de Autobot-basis weet. En mijn aanvalsteam kan sturen om de vloer te besmeuren met het druipende energon van Optimus Prime. Kom op, Jackie. Laat eens zien wat je kunt. Mooie slinger. En wat doen ze precies? Dat heet slingeren. Een favoriete bezigheid op Cybertron. Vooral onder de strijdersklasse. Kom op, Ralph. Laat eens wat zien. Oh, oké. En natuurlijk, de robot. Waar is Optimus? Rondje rijden. Prime's feest niet. Hier komt hij. Kom op. Ik ben hier bezig met een stel zeer gevoelige metingen, hoor. Sorry, dokter. We zijn denk ik een beetje geladen. Je hebt deze brug helemaal zelf gebouwd, hè? Dat klopt. Dat is nogal een staaltje techniek. Ja, inderdaad. Is hij kapot of zo? Ik ben helemaal niet blij met hoe hij de laatste keer klonk. Ik ga hem herstarten. En wat als je hem nodig hebt? Oh, ik kan het herstelproces niet onderbreken zonder hem onherstelbaar te beschadigen. En
Hoe lang duurt dat herstel ongeveer? Een paar uur, als we geluk hebben. Misschien langer. Makeshift heeft de grondbrug nog steeds niet geopend. Of op een andere wijze hun coördinaten doorgegeven. Zijn vermomming is misschien perfect, maar je houdt de Autobots niet eeuwig voor de gek. Dus daar stonden we. Geen communicatie meer. Weinig energon, omsingeld door clans. Dus wat doet Wheeljack? Zeg het, Jackie. Wat ik het beste doe? Hij smijt zijn enige granaat precies in de primaire warmtewisselaar. Ja, dat leek op dat moment een goed idee. Alles stond in lichte laaien. Geweldig! Ja, ik pluk nog steeds granaatscherven uit mijn achterste. Dat verbaast me niks, als ik het formaat van jouw achterste zie. En dat is Jackie's handtekening. 1 granaat, 1 schot. Hé, hey, gaat alles goed? Wat? Je bent niet echt jezelf. Wat bedoel je? Ik weet niet, je bent zo stil. Ik heb te lang in dat blik gezeten. Ik moet naar buiten voor ik helemaal doordraai. Ik moet morgen patrouilleren. Je kunt meegaan. Laten we nu gaan. En het feestje dan? Kom op, iedereen vindt je geweldig. Je moet ze vertellen over het gevecht bij Darkmount Pass. Vertel jij het maar. Dat kun jij beter. Dan laat Mikko mij wel even de rest van de basis zien. Ja, tuurlijk, Jackie. Zie je zo. De rondleiding begint nu. Speel je ook een instrument? Kun je vliegen? Heb je meer Decepticons verwoest dan Bulkhead? Alles goed? Ja, alleen slecht gehumeurd, denk ik. Ben je nou echt jaloers? Dat Mikko een nieuwe vriend maakt? Toen nou. Nee, er is iets dat niet klopt aan Wheeljack. Bulkhead, serieus? Hij heeft door de ruimte gereisd. Je hebt hem al eeuwen niet gezien. Misschien heeft hij een raketlek of... Nou, wat ze kunnen veranderen, hoor. Jackie niet. Jij gaat nergens heen, Autobot. Bla, bla, bla. Dus dit is het eigenlijk wel. Energonvoorraad, stroomgenerator, wapens, alles wat je nodig hebt om de boel hier op te blazen. Wat is eigenlijk de locatie van die bunker? Als ik dat vertel, moet ik helaas je spark verwijderen. Geintje! Net buiten Jasper, Nevada, maar ik denk niet dat je dat veel zegt. Zegt me inderdaad niets. Maar kunnen we eigenlijk ook naar buiten zonder die brug? Hoezo? Je bent toch niet van plan om al te gaan, of wel? Kom mee, dan laat ik het je zien. Ja, bijna. Luister, ik ken Wheeljack beter dan wie ook. Hé, hey, waar hebben jullie het over? Ik vertelde de jongens net over jou en mij. Tijdens het gevecht bij Darkmount Pass. Dat is een super verhaal. Ja, vertel het. Praten. Zullen we gewoon eens lekker gaan duinracen? Mikko, bemoei je er niet mee. Bulkhead, rustig aan. Ik weet niet of ik... Vertel het! Goed. Wil jij leven in het verleden, Bulkhead? De slopers zaten gevangen tussen een Decepticon-brigade en een smeltende put. De cons waren wreed en schoten op ons met alles wat ze hadden. Bulkhead en ik vielen aan, sloegen ze tot schroot. En toen maakte ik een uitweg door hun achterste te gebruiken als opstapjes door het gesmolten metaal. Is het zo niet gegaan? Ja, dat is precies hoe het is gegaan. Op één klein ding na dan. Ik was er niet bij. Ik had de slopers al verlaten en me aangesloten bij Optimus. Maar dat weet jij niet als je alleen maar Wheeljack's militaire rapport gelezen hebt. Bulkhead, wat heeft dit te maken met... Mikko! Blijf staan, of ik knijper tot pulp.
Jack, wat doe je nou? Decepticon lafaard. Laat dat meisje los en weg. Het komt goed. Er wordt nog genoeg gevochten. Is er een echte Wheeljack? Oh, absoluut. En ik verwacht dat meester Starscream met hem aan het spelen is. Weet je zeker dat we op de coördinaten zijn die je aan Makeshift gaf? Wanneer komt hij dan eindelijk? Misschien gaven ze jouw jonge zoon warm welkom. Dat hij helemaal blij werd van binnen en besloot te blijven. Zie je soms niet dat je nogal in de minderheid bent? Ik zie knulletjes die er nogal van zullen genieten als ik wat deuk in je sla. Vernietig hem! Het werd tijd. Kijk eens aan. Ik zou dat gat maar dichtgooien voordat de stank komt. Ga door die grondbrug nu! Ik pak die lelijkerd. Wie is de echte Wheeljack? Ik heb geen idee. Nou, dat is Jackie. Jij, zet hem weer aan. Het is tijd om het vuilnis buiten te zetten. Ga je gang, maatje. Waar wachten jullie nog op? Nu! Mooie slinger. Zeg me alsjeblieft dat je op zijn minst wel de locatie van hun basis weet. Absoluut, meester Starscream. Ze zitten in een verstopte bunker, net buiten. Oeh! Weg! 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 Oh, nee. Makeshift! Jij dwaas! Net een terugkerende nachtmerrie. Nu je bij Team Prime hoort, moeten we een voertuigmodus voor je uitzoeken. Ik heb wel ideeën. Luister eens, Bulk. Nu mijn schip gemaakt is, heb ik weer zin om te kijken wat er nog meer is. Wacht, ga je weer weg? Waarom? Omdat sommige bots nooit veranderen. Wheeljack. Onthoud dat je hier altijd een thuis hebt. Jackie blijft nooit, maar hij komt altijd weer terug.
Ik heb plek voor twee, Bulk. Zelfs met zo'n achterste als dat van jou. Wie weet wie we daar wel niet tegenkomen. Misschien oude maatjes. Dat klinkt goed, Jackie, maar ik heb hier iets opgebouwd. Met hun. Met haar. Als er iets gebeurt bij mijn favoriete sloper, kom ik achter je aan. Ik zal goed op hem passen. Even lachen.